Egyptische archeologen hebben in de stad Luxor een graftombe ontdekt van een prominente goudsmit die meer dan 3000 jaar geleden leefde. In de tombe liggen standbeelden, mummies en sieraden. De Egyptische minister van Oudheden Khaled Al-Anani zegt zaterdag dat de graftombe dateert uit de tijd van de 18e dynastie van het Oude Egypte. De opgraafwerkzaamheden zijn nog niet afgerond, zegt Al-Anani tegen persbureau Reuters. We gaan verder met de zoektocht naar objecten en tombes. In de graftombe zijn onder meer beelden gevonden van de goudsmit. Zijn vrouw en een van zijn zonen. Dit blijkt uit een verklaring van het ministerie. De vondst van het graf is de laatste in een rij dit jaar. Eerder ontdekten wetenschappers onder andere acht mummies in een grafkamer bij Luxor en een groot beeld in de bodem van een arme wijk in Cairo. De Egyptische regering hoopt dat de vondst dan een nieuwe impuls zijn voor het toerisme naar het land. De toeristensector kampt nog steeds met de gevolgen van de Arabische lente in 2011, waarbij onder meer de Egyptische president Hosni Mubarak onder dwang opstapte.